Fred van der Biest, de zak cement die van je rug afviel na het afluiten, hoe zwaar was die? Ik ben vooral heel blij dat we keer 3 punten pakken. Ik denk dat we veruit onze minste wedstrijd van de 8 wedstrijden spelen. Veruit. Zowel kwalitatief als positioneel. Maar wat je in de 7 vorige wedstrijden allemaal tegen gehad hebt, details, beslissingen, pech, heb je vandaag allemaal mee gehad. En dan win je die wedstrijd. En misschien heb je iets te veel, maar dat zijn al de punten dat we al te weinig gekregen hebben dat we vandaag terug hebben. Dus dat is een grote opluchting. En nu kunnen we, ik kan niet zeggen met een goed gevoel, want er zijn toch wel een hele hoop wegpunten. Maar misschien wel hebben we het nodige tikkeltje geluk dat je altijd nodig hebt in een wedstrijd, hebben we vandaag misschien laten keren. En kunnen we meepakken naar de volgende wedstrijd. Je bracht Hermans, want grip krijgen op het middenveld was moeilijk in die eerste helft. Hoe kwam dat? Ja, kijk, we wilden iets proberen. Weet, als je 7 op 21 hebt en je creëert wel wat kansen, maar je kunt ze niet gaan afmaken, probeer dat niet. We hadden met 3 spitsen spelen. Maar dan zie je dat we op dat vlak tactisch. We zijn misschien allemaal goede voetballers, maar tactisch. Voetbal is niet alleen met de voeten, het is ook met koppen. En daar kwamen we veel te kort. Het middenveld was van Cerkel. We waren een 3-4-3, maar Cerkel was baas op het middenveld. En dan is het moeilijk om een wedstrijd naar je toe te trekken. En met Hermans wilden we terug ons gewone systeem gaan spelen. Hij is gelukt, kwamen goed in de match. En dan doe ik misschien één fout, vandaag is misschien dat ik iets te vroeg wissel. Dat ik Libombe misschien iets langer moet laten staan. Maar oké, het was vooral tactisch dat hij niet deed wat hij moest doen. En dan houdt Koedien Banen jullie nog recht, hè? Want Kis was er een aantal keer dichtbij. Ja, ik moet zeggen dat Kis geen verkeerde voetballer is. Koedien heeft bewezen waarom dat hij nummer 1 is. Om af te ronden, Fred, je hebt slaaploze nachten gekend. Er was vrevel nadat het telkens niet wilde lukken. Vanavond dan toch iets rustig je bed in, denk ik. Ja, maar oké, je kunt er niet lang van genieten. Hè. Het is wel, je speelt wel geen goede match, maar je pakt toch 3 punten. We hebben al veel goede matchen gespeeld zonder de haver te krijgen die we verdienden. En nu spelen we dinsdag terug thuis. En hopelijk kunnen we daar 3 punten doortrekken. En dan staan we terug tussen de mensen.